Oké, door dan met Tom Smits en Noor de Maatman. Ja, die waren het beste gekwalificeerd hier voor deze halve finale. En zij gingen dan het contact hier vanuit de buitenkant van de baan voor 7-8. Maatman, hij schudt het ook hoor. Hij zit bij op plek nummer 3, maar er waren twee mannen die heel goed waren vertrokken. Dat zijn de mannen van Tiel en Omme. We kijken naar Van Bochelen op plek nummer 2. Maar vooraan is het toch echt de man van de wijrijders. En dan hebben we natuurlijk eventjes kijken. De man van de wijrijders was goed vertrokken hier in deze halve finale. Dan gaan we kijken natuurlijk naar Carlo van Dijk. Hij gaat deze halve finale naar Leiden. We kijken naar plek nummer 2, Matthijs van Bochelen. Jorgen de Maatman zit erbij hoor. Als laatste, een beetje naar die finale.